We staan hier in Amsterdam op de Overtoom en we hebben een bijzondere opdracht. We dienen op zoek te gaan naar het begrip geloof. Het antwoord hierop zal ons op een verlichte wijze toevallen. En het toeval komen wij al winkelend tegen. Toeval zie je vooral als je je bewustzijn ervoor open staat. Want anders wordt het je moeilijker doen. Geloof jij? Ik geloof dat ik besta. En als ik besta, bestaat er meer dan ik alleen. Alles kan bestaan. En meer dan dat. Er is niets wat niet bestaat. Hè? Ik geloof alleen niet als ik het met mijn eigen ogen zie. Kijk, neem nou dit toeval bijvoorbeeld. Ik ervaar dat iets bestaat, dus daar geloof ik in. Alles kan bestaan, maar niet alles mag bestaan. Als ik de ongetemde wilde aap in me vrijlaat, ga ik dingen doen waarvan ik zelf geloof dat het niet mag bestaan. En dat geloof jij? Dat je de geestelijke kracht hebt om die wilde aap in jou te temmen? Dat betekent dat je voortdurend bewust moet zijn. En ik geloof dat dat de kunst is in het leven. Alleen mijn probleem is dat ik die kunst continu vergeet. Geloven is ervan overtuigd zijn dat iets waar is. Het woord geloven brengt twijfel met zich mee. Zekerheid en twijfel? Geloof is dus eigenlijk een innerlijke tegenstrijdigheid? Believe nothing, no matter where you read it or who has said it. Not even if I have said it, unless it agrees with your own reason and your own common sense. Geloof niets, maakt niet uit waar je het leest, maakt niet uit wie het zegt, zelfs niet als ik het zeg. Alleen als je het gelooft met je eigen reden en je gezonde verstand, geloof jij dat? Het probleem is dat je het zult vergeten.